De Britse krant The Guardian riep hem ooit uit tot meest bizarre toeristische attractie ter wereld. De nagebouwde Ark van Noach van Johan Huibers. Het kolossale gevaarte ligt tegenwoordig in Dordrecht, maar moet daar begin volgend jaar weg vanwege bouwplannen van de gemeente. Ergens anders in Dordrecht aanmeren zou kunnen, maar Huibers denkt inmiddels toch iets groter. Natuurlijk, als we Dordrecht misschien zouden vlaaien, dat we nog wel een andere plek toegewezen krijgen. Maar dan had je net zo goed naar Rotterdam kunnen gaan of wat dan ook. Het is nu echt de tijd om te gaan. Ik ben een dromer. Ik droom van een ark en dan ligt die daar. En ik droom ervan om naar Rio de Janeiro te gaan met de Olympische Spelen. En die droom, ja, daar zijn we nu druk mee bezig om die bewerkstelligen. Dat betekent dat dit schip kan niet de Atlantische Oceaan over. Dus die moet geheven worden op een heel groot ander schip. Kost natuurlijk heel veel geld om dat transport te bewerkstelligen. 2 miljoen euro. En ik denk aan crowdfunding. Misschien dat mensen 100 euro willen doneren of als aandeel willen investeren in de tocht naar Rio de Janeiro. En op die manier willen we dat allemaal, ja, tot eer en glorie van God daar naartoe brengen.